Was dat makkelijker dan je had gedacht of was het moeilijker? Want ik neem vorige bandjes ben je nooit zo ver gekomen. Dus wat zijn er waar, ja, ik weet niet. Hoe beviel dat traject? Ik bedoel, jullie zijn nu op het punt dat er inderdaad een product staat. Weet jij dat? Viel het jullie mee of tegen? Nou, als je eenmaal die mindset hebt, dan hoef je eigenlijk niet na te denken. Als je dat gewoon volgt, dan merk je gelijk al dat het meer succes oplevert dan een beetje halfslachtig iets doen. Dat was gelijk duidelijk. En eigenlijk tot nu toe hebben we een soort van stijgende lijn. Die zien we. En dat geeft telkens, heb je weer iets wat leuker is dan wat je daarvoor hebt gedaan. Dat geeft je echt kracht en motivatie om door te gaan. Ja. En eigenlijk hebben we telkens van die kleine hoogtepuntjes gehad, die steeds groter worden. Maar we waren ook wel realistisch, denk ik. We wisten wel gewoon, we moeten onderaan beginnen. En je moet gewoon zweten om je eerste show in de kroeg te hebben, zeg maar. En dan moet je blij mee zijn. We hebben 2 jaar lang in kleine zaaltjes gespeeld voor een halve paardenkop. En wat te gek was overigens. Wat ook te gek is. Want ja. Als je die attitude niet hebt, dan zul je het niet ver schoppen. Je moet nog steeds bereid zijn om voor ongeïnteresseerd publiek te spelen. Want dat zal er straks ook nog zijn. Want jullie, ik las in de biografietje dat jullie destijds en misschien nog steeds studeerden ook. Misschien niet gerelateerd aan een muzikale activiteit, dat weet ik niet. Maar was dat juist dan prettig om dan in ieder geval inderdaad muziek wel als een soort uitlaatklep te hebben, maar er niet alles erop staat, dat jullie ook nog een soort studie erbij hebben om... We hebben allemaal, tenminste wij studeren, tenminste jij gaat in september weer beginnen. We hebben 3 studerenden en 2 werkenden. Zeg ik het goed? Ja, toch? Ja. Maar de focus is gewoon nu heel erg de medics. Je kan de fitte monkey. Ja, dus, je moet er wat naast doen. En dat is bij werk natuurlijk nog duidelijker. Van je moet gewoon knaken binnenhalen, wil je kunnen eten. En de band kunnen volhouden. En studie is natuurlijk wat meer toekomstgericht gedacht. Maar iedereen levert enorm en belachelijk veel in om die band maar draaiende te halen. Wat is voor jullie grootste opoffering geweest om het, of in ieder geval de recente jaren, om dat nu wat er wel bij komt kijken, wat je misschien in eerste instantie niet had? Voor mij was het wel een beetje mijn wens om in het buitenland te wonen. En ik had ook best wel een goede baan, wat ik eigenlijk ook wel opgezegd heb. Om me te richten op muziek en creativiteit, zeg maar. Welke baan was ik heel kort? Zekerheid op. Ik was accountmanager. Echt een beetje een pakkenbaan. Waarvan ik het commerciële wel echt wel heel tof vond. Maar ook het wereldje wat te plat vond. En heel graag richting creativiteit wilde. Ja. En voor jou heb je ook iets zo... Nou, ik heb afgelopen 1 mei heb ik mijn... ik had een jaarcontract bij een tijdschrift. Ik ben journalist eigenlijk van huis uit. En die heb ik opgezegd, die baan. Om meer flexibiliteit te hebben. Dus ik ben nu... ik zit in de bediening in een restaurantje. In de buurt van Utrecht. Dat heb ik deels toch wel voor de band gedaan. Omdat ik dan veel meer zelf mijn tijd in kan delen en meer flexibel ben. Ja. Dat is gewoon heel erg belangrijk vanaf in het traject waar we nu in gaan. En zo is het, de andere 3 hebben dat ook allemaal. Ja. Zoals onze drummer, die heeft een enorm prestigieuze master is die aan het lopen. Waardoor hij eigenlijk gewoon naar het buitenland zou moeten. Hij is nog bezig met een 9 maanden durende stage. En hij heeft het enorm druk, maar weet gewoon wel het zo in te delen met veel pijn en moeite. Dat hij elke show erbij is, zeg maar. En dat is te gek. Het is echt te gek. Ja. Dat je en zo'n master kan doen, maar ook het gewoon kan opbrengen om daarnaast gewoon vol aanwezig te zijn met de band. Terwijl we gewoon belachelijk veel tijd erin steken. Dus echt En levert geen knaak op. Nee. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, hoe is het nu, zeg maar, het is natuurlijk een tijd waar heel veel mensen kunnen met welke middelen ook eigen muziek op de markt brengen. Hoe is het voor jullie gegaan, zeg maar, om binnen die zee aan mensen, wat natuurlijk goede en slechte kanten heeft, zelf een weg te vinden. Is dat ook geweest door het vele spelen? Of hoe hebben jullie het ervaren, zeg maar? Wel, als je toch van het begin af aan een beetje moet starten? Ja, het is aan de ene kant gewoon goede nummers schrijven, veel oefenen. Aan de andere kant zelf heel veel optredens regelen. En gewoon zorgen dat je op elkaar ingespeeld raakt op het podium. Dus daar bouw je lokaal in ieder geval een soort fanschade op. Aan de andere kant is het gewoon het uitbuiten van je sociale contacten, van je netwerk. Mm. Dat is gewoon heel belangrijk. Wat dat betreft hebben we allebei wel een flink netwerk. Ook in Utrecht, maar ook überhaupt de muziekindustrie. En daar hebben we gretig gebruik van gemaakt. Maar
Het, en overal waar je komt, gewoon laten zien dat het menens is, zeg maar. Elke show, ook al sta je voor twee man, je geeft gewoon alles. Het klinkt heel cliché, maar het is wel echt onze overtuiging dat je... dat klinkt nog cliché. Maar, ja. Maar het is een stukje... Ja, goed. Hoe leg je dat nou uit? Nee, joh, je wil gewoon heel graag je visitekaartje afgeven. En ik denk dat we dat allemaal wel gedaan hebben. Je kunt niet thuis bij de deurmat gaan zitten wachten tot het plaatcontract binnenkomt vallen. Dat, zo werkt het niet. Je zult zelf erop uit moeten. Ja. Met je product, om het maar even heel plastisch te zeggen. En wie weet heb je geluk. En wij hebben wat dat betreft ook wel een beetje geluk gehad. Ja. Ja.